in de categorie Sportvrouw van het jaar 2022. Zij doet 6 verschillende sporten. Dionne Reijnen. Zij is een op- en top meerkampster. Hanna van Baast. Zij vecht in haar eentje. Samantha van Lokven. De 40-jarige Dionne werkt als centrumcoördinator voor Contour de Twern. Maar haar vrije tijd is volledig voor de sport. Haar militaire voetbalteam wint het WK. Als haar kruisbanden scheuren, sterkt ze haar knieën op het ijs. En wordt nationaal kampioen met Trappers Ladies. En wereldkampioen met het bandyteam. De voorloper van ijshockey en veldhockey. Haar motto? Sport zuivert je geest en verbindt. Net 18 en dan al winnaar NKU20 op de indoor meerkamp. 60 meter horden, hoogspringen, kogelstoten, verspringen en 800 meter hardlopen. Dit alles op één dag. Een jaar eerder werd Hanna eerste bij de 100 meter horden NKU18. Door een blessure werd het outdoorseizoen vorig jaar niets. Maar ze gaat voor herstel en vliegt inmiddels weer over de horden. De 27-jarige Samantha begon met karate toen ze 6 was. Haar voorkeur? Kata. Het schijngevecht, zonder tegenstander. Naast karate training doet ze kracht, interval, crossfit, mobiliteits- en lenigheidstraining. Zij behaalt goud op het EK, brons op het WK, goud op de European Open en op de Swedish Open en werd 10-voudig NK op een rij.